Start is gevallen. Goede start aan de buitenkant van Mighty Meerswal. Aan de binnenkant is ook Lindsay Star goed begonnen. Daartussenin is het Noah Transair en zo gaan ze in 3 sporen op weg naar de eerste bocht. Aan de relingzijde is Lindsay Star als eerste de bocht in. Ketalfa wordt helemaal teruggenomen, moest 4-dik de eerste bocht door. De paarden draaien de eerste bocht nu door en er komt de aanval aan de buitenkant van Noah Transair. Noah Transair wil graag overnemen. Na 3 keer een koers naast de leider gaat hij nu zelf de leider worden. Daarachter springt Lindsay Star weg. Lindsay Star springt, kan niet naar buiten. Uitgeschakeld nummer 1, 1 galop. Want daar zat Jaap van Rijn inmiddels met Mighty Meerswal, dus gaat hij naar binnen. En Mighty Meerswal gaat inmiddels plek 2 innemen. Daarachter op plaats 3 ligt Marco Swish. De opening 1-9-4. Dat is vlot, 1-9-4. En zo gaan ze op weg naar de volgende bocht. De tweede bocht die ingedraaid wordt door Noah Transair. Noah Transair, daarachter op plaats 2, Mighty Meerswal. Derde plaats is voor Marco Swish. En op dit moment is het tempo blijkbaar ietsje vooraan naar beneden gegaan. Want Mondriaan Boko maakt terrein goed in de tweede spoor. Schuift door naar plaats 4. Achter hem aan komt Mark Schermer. En zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Totally in control is hij op dit moment. Giel Wildhagen met Noah Transair heeft 1,5 lengte voorsprong. Daarachter gaat nu in parkeren Mondriaan Transair. Daardoor is de rug weg voor Mark Schermer aan de buitenkant. Mark Schermer ligt op plek 3. Tesla kijkt achterom. Tussentijd 15-1. Eerste kilometer gaat onder de 13. En Mark Schermer rijdt gelijk door naar plaats 2. Gaat nu een aanval op Noah Transair. En zo wordt het een keiharde koers. De paarden gaan de rechterbocht in, de Z-turfbocht. Noah Transair, Mark Schermer. Daarachter aan de reling zijde Mondriaan Transair. Vierde plek aan de buitenkant is voor Manuela's Mission. Ligt er mooi in. En daarachter ligt aan de relingzijde dan Mighty Meerswal. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in met Kitalfa op plek 6. Daarachter volgt Let It Be Petnik. Die wordt gevolgd aan de binnenkant door Marco Swish. En zo zijn ze in de rechte lijn overzijde. De laatste deelnemer die nog niet hadden genoemd is Ilek Castellet. Zo gaan ze op weg naar de laatste bocht, tussentijd 17 rond. En Mark Schermer blijft maar doordrukken aan de buitenkant en heeft inmiddels 1,5 lengte voorsprong. Proppen zijn eruit, hij wil Noah Transair graag voor de bocht voorbij, maar dat gaat net niet meer lukken. En zo gaan ze de laatste bocht in, nu is hij er wel langs. Mark Schermer neemt over, achter hem aan komt Manuela's Mission en ze zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Mark Schermer, Manuela's Mission, daarachter op plaats 3 valt Noah Transair nu wat terug, komt Mondriaan Boko naar voren en ook Kitalfa komt eraan. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Laatste rechte lijn met aan de buitenkant nu Mondriaan Boko die heel hard gaat en neemt over. Mondriaan Boko heeft het mooi getimed. Manuela's Mission op plaats 2. Aan de buitenkant wordt nog gevochten om plaats 3. Daar komt ook Let It Be Petnik nog aan. Gaan de laatste meters in. Mondriaan Boko, laatste 500 meter in 16-4. Wint hier voor Manuela's Mission. En de derde plek aan de buitenkant is voor Let It Be Petnik.